Wij hadden een akkoord om per drie wedstrijden een nieuwe overeenkomst te sluiten. Dat stootte voor ons als club wel op een aantal praktische bezwaren. Ook naar de komende seizoenen toe. Spelers vastleggen, de huidige spelers vasthouden. Um, en wij zijn vragende partij geweest naar de stad toe om eigenlijk een overeenkomst te krijgen op langere termijn. Om onze club te kunnen verankeren op het Olympisch Stadion, op het Kiel. Die overeenkomst houdt dus in dat wij eigenlijk uh, vanaf, 1 juni, uh, vanaf 1 februari sorry, 2015 tot 1 juli 2017... Een overeenkomst lange termijn krijgen. En dan zullen wij op dat ogenblik in 2017 terug, euh, terug samenzitten om op dat ogenblik de nieuwe financiële modaliteiten te bespreken. De voorbije weken heeft het bestuur van Beerschot Wilrijk meermaals samengezeten met het Antwerpse stadsbestuur om dit akkoord te bereiken. De club heeft een trouwe schare supporters en mag dus op het kief blijven. Ze heeft een huurovereenkomst bereikt, die ze als eerste provinciale club kan betalen en dragen. Wat wij eigenlijk aan de stad hebben gevraagd, is om ons die eerste jaren de mogelijkheid te geven ons sportief beleid uit te bouwen, ons structureel beleid verder uit te bouwen. En natuurlijk is dat een beetje een evenwicht dat je moet zoeken, want als je natuurlijk um, zeer zwaar financiële repercussies hebt op basis van een stadion dat je moet betalen, gaat dat altijd ten kosten van je, van je sportieve uitbouw. Dus laat ons zeggen dat de stad ons de mogelijkheid biedt met het akkoord dat we nu hebben om ons structureel te verankeren op sportief en organisatorisch vlak, en dat we inderdaad een bepaalde compensatie hebben gekregen waar wij mee wel zeer tevreden zijn.